Hallo, hi. Ik zou naar de rechtbank gaan met Rome de Klus, moest ik begeleiden. En het was helemaal hectisch en zo. Metro's reden niet, de metro's waren vol. Mensen deden gierig om in te stappen. Ik moest gewoon 2 metro's wachten voordat ik erin kon. Dus toen was ik eindelijk op Zuid en nu doet Rome lang. En eigenlijk moeten we er 15 voor zijn en het is nu 44. Dus ze heeft nog maar 1 minuutje. Gaat ze het halen? Ja of nee? Ja of de nee? Hoi! Misschien hebben ze gewacht. Oh, ik haat Amstelveen! Het was niet alleen Amstelveen hoor, ik had ook last. Ja, iedereen had last. Ja, last van zichzelf. En mensen poetsen hun tanden niet. Nee, en ze doen ook broeien als ze in die bus komen terwijl andere mensen eerst eruit moeten. Deze kant. Oh. Waar zijn die anderen dan? Ja, sommige zijn nog op Centraal. Oh. Shidden man! Door. Ik weet niet waar ik heen moet, shidden man! Maar hoe gaat het Rome zo op vroege ochtend? Ik ben alleen echt ziek man. Ziek? Ja man, echt? Nog steeds. Kindje. Had je wel een beetje citroenstappie genomen? Altijd, de hele tijd. Maar dat was niet gelukt. We zijn er. Ik mag helaas niet filmen binnen. Dus ik laat jullie straks weten hoe het was. Rome is schuldig bevonden, dus ze moest direct mee. Ze is naar de gevangenis, Rome. Rome is schuldig bevonden. Ja, maar. Het is echt weer die voor Rome, hè? Ik kom naar binnen morgen. Oh, morgen? Ja. Oh. Ik ga jullie missen, maar, guys. Wat? Morgen moet ik naar binnen, toch? Ik ben toch niet vrijgesproken? Ja, maar je zit er toch altijd Rome. Hè? Altijd. Ja, die heeft snoep gestolen. Zijk! Nee, maar die zaak was een beetje saai. Het ging over een karretje. Een man had een karretje gekocht en het bleek gestolen te zijn. De officier van justitie geloofde hem en toen is hij vrijgesproken. Maar hij heeft nog steeds zijn karretje niet, want die hebben ze al weggegeven. En zijn geld heeft hij nog niet, want die heeft hij nog niet teruggekregen. Nee, dus nu moeten ze weer praten met het OM. En dan gaan ze, hoe noemden ze dat ding? Wat was dat woord? Ze gaan nog scharrelen. Nee, niet scharrelen. Schakelen? Wat was dat woord? Ik weet echt niet. Shit, ze gebruikt een raar woord. Ik kan nog nooit van het woord gehoord. Artikel 5, 2, 25A, 9, 7. Artikel 18, volgens mij. Nee, maar volgens artikel. Alleen maar dat soort dingen zeiden ze. Nee, maar de 257, die kwam. Die was gisteren van pas gekomen. Nee, maar volgens de 257, hè? Hij zei ja? 257. Hé, hey, maar Rome, 257. Ja, 259 was het hoor. Ik heb het opgeschreven. Ga maar 831. Huh? Van 831? Nee, we zijn er zo Viel je? Nee, leuk! Iemand kan niet fietsen. Ja, tuurlijk. Overal, toen is hij Orlando ging streng. Echt hè? Maar dat is de tweede naam. Toen ze zei Paramaribo, dacht ik, waarom moet het een Suriname zijn? Maar ze zei Paramaribo echt lelijk. Ja, Paramaribo! Hoe zei ze dat? Hoe zei ze dat? Paramaribo! Als je het filmpje ziet op Facebook. Ja, die twee meisjes. Het is Paramaribo een eiland, toch? Nou, het klinkt wel erg... Ik weet niet zeker eens of het een eiland is, hoor. Nou, ik denk het wel. Of een stuk ervan in ieder geval. Wij denken dat Paramaribo hier ligt. Oh, is ja, maar die kant ligt het niet. Het ligt toch aan de kant van Amerika? Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij ook. Dan ligt Paramaribo hier. In Suriname. Is Paramaribo Suriname? Ja, en dat is een eilandje, denk ik, hè. Maar dat ligt niet hier, dat ligt aan jouw kant. Dit, hè? Nee, ik weet het niet. Wat zijn dit eigenlijk? Het ligt in de Caribië, toch? Suriname. Maar niet daar, toch? Nee. Is het misschien dat kleine eilandje niet daar? Ik weet het niet. Samen doet. Paramaribo. Suriname. Is het sowieso trouwens Paramaribo? Is dat een eiland? Weet je dat? Dat ligt in Suriname. Wat het is, weet ik niet. Als het dat is Aruba en zo, toch? Dat, en Curaçao. Het ligt ergens dan is dit, daar. Dit. Nou, wijs maar aan. Ja? Mio. Dit Paramaribo zit hier. Want Paramaribo zit in Suriname en het is een eiland. Ze moesten ze dachten dat... Ja. Ze waren helemaal bij Australië. Kanen. En ze waren er wel achter gekomen dat Paramaribo... Wauw! Ga om dit! Ze kan niet fietsen. Ik heb het laatste keer. Hey! Jacito! Maar wacht even, we lopen wel. Zij moeten
naar school? Gaan jullie weer naar school? Jee! Yeah. Niemand gaat. We gaan niet. Maar dat kan ik niet... Hoe zeg je dat? Tolereren. Nee. Dat kan ik niet toestaan. Ik breng jullie naar school. Je kan wel lachen, maar we gaan. Kijk hoe deze fietst. We gaan Dora reis. Dora. Klik op de sjaal. Nee, we moeten klikken. Ja, dus. Je klikt gewoon zelf. Wat doe je? Dora reis. Wil iemand nog wat zeggen? Nee. Waarom niet? Waar is mijn auto open? Wil je een beetje een leven? Nee hoor. Mag ik fietsen? Waarom wil iedereen fietsen? Nee. Ik zie iets nieuws. Fiets is gestolen! Die fiets is gestolen! Waarom slapen? Ik wil je gewoon overrijden. Dan stop je direct, waarom doe je dat? Ik ga aan mezelf. Oké, okay, ik wil gaan staan. Wat doe je? Ik kan wel lekker lopen. Niks van kopen, echt niet. Niet dat doen. Wow, karma is er niet. Bijna. De telefoon is gevallen. Mijn leven. Maar het is niet gevallen, jammer. Oké, okay, dag iedereen. Doei. 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 Thank you.